kort even toelichten over wie we zijn. We hebben met een vrij grote groep mensen aangewerkt. Met de ontwikkelaar Red Company, met Powerhouse, met de gemeente natuurlijk, maar ook met Delta Landscape. En een aantal ingenieursbureaus om ons te adviseren over bijvoorbeeld wind of bijvoorbeeld zon. Die zijn allemaal meegenomen in dit proces. Kort even over de ontwikkelaar Red Company, ontwikkelaar uit Rotterdam. Ontwikkelt onder andere kantoren voor bijvoorbeeld Essex en Danone, het sportschoenenmerk en het babyvoedingmerk. Maar bijvoorbeeld ook een woontoren in Eindhoven, waar ze een oud monument hebben gekocht. Of een bijna monument uit de jaren 70 en daar een woontoren in ontwikkelen. En ook daar hebben ze een hele lange participatie gehad met de buurt, om zo te komen tot een invulling van het plan. En ook daar is vrij veel overleg van hoe gaan we dat toren nou goed inpassen, hoe gaan we om met het programma, hoe gaan we dat precies in die toren maken, hoe gaan we het precies neerzetten. Ja, dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel van het werk wat Red Company doet. Powerhouse Company is een architectenbureau. Onder andere maken wij mooie woonhuizen. We maken ook stations, een nieuwe station in Assen zijn we bezig. Ook daar hebben we heel veel overleg gehad met omwonenden, met ondernemers. En bijvoorbeeld ook deze toren in Amsterdam. Die zat naast een heel schattig dorpje. Dat heet namelijk het Amsteldorp. We hebben ook heel veel overleg gehad met de omwonenden. Kijken van hoe gaan we die toren nou precies zo maken, dat die zo min mogelijk overlast creëert. En daar ook de vorm vandaan gekomen, waardoor die heel rank is, zodat die zo min mogelijk schaduw werpt. Maar ook deze twee torens in Den Haag zijn we aan het ontwerpen. Dat is de Kaaienpleintorens. Die komen voor het station in Den Haag. Dat is nu in aanbouw. En deze soort gebouwen die samen in Eindhoven komen, ook een aantal torens. Dus ook heel veel ervaring met hoogbouwen, hoe je omgaat met hoogbouwen, hoe je goed inpast. En hoe je er ook voor zorgt dat dat op een zorgvuldige manier gebeurt in Nederlandse steden. Bijvoorbeeld onder andere dus in Den Haag. Nou, Leiden, Lied. Enigszins een leuk linkje is dat mijn vader in Leiden is geboren en een trotse Leidenaar is. En ook zijn grootvader en zijn vader. Dus ik voel altijd al een beetje een Leidense verbintenis. Op deze locatie, waar nu KPN en Monuten zijn, hebben we deze torens ontworpen. Maar we hebben ze eigenlijk altijd heel erg ontworpen vanuit dit perspectief. Wat zie je nou straks op Maaiveld? Hoe ga je nou straks die plek ervaren? En hoe zorgen we ervoor dat die plek die nu een beetje een soort leegte is, een soort niemandsland, hoe gaan we ervoor zorgen dat dat een aantrekkelijke en mooie plek wordt? Nou, er is een enorme woningbouwopgave in Leiden. Dat al gezegd door de wethouder. De komende jaren neemt die druk aanzienlijk toe. Dat merken denk ik een aantal van u ook al. En er zijn eigenlijk te weinig woningen op de markt, lange wachtrijen. En ja, er moet gewoon veel nieuw gebouwd worden. En dat moet eigenlijk in een heel brede scala van segmenten. Nou, in Leiden zijn ze daar natuurlijk op zich al goed mee begonnen, maar er moet nu in de komende jaren flink vaart worden gezet in die projecten. En er moet denk ik ook wel gekeken worden, hoe kunnen we nou heel concreet worden over waar we nou echt woningen toe gaan voegen. En als we dat doen, hoe gaan we dat dan doen? Want we kunnen niet meer uitleggebieden maken, we kunnen niet meer gewoon een stuk weiland pakken of een stuk natuurgebied en daar gewoon laagbouwwoningjes neerzetten. Dat kan niet langer in Nederland. En je ziet ook wel dat het wonen in appartementen ook steeds populairder is. Nou, dit is een plek, je zou kunnen zeggen, aan de rand van de stad en eigenlijk een beetje op het overgangsgebied van de naoorlogse stad en de oude stad, waar heel veel plekken zijn, waaronder deze plekken in de Zijgenaam, die eigenlijk een beetje vergeten zijn en een beetje niemandsland zijn. Op zich een hele goede plek om te gaan verdichten. Dat zie je ook wel. Het is eigenlijk een beetje troosteloos plukje gebouw wat er staat. En dit is ook eigenlijk een beetje een stukje groen wat nu met heel veel liefde en aandacht wordt beheerd. En dat kan je ook goed zien. Maar wat je ook al ziet is dat er ook een heel stuk is hier waar eigenlijk niemand zich eigenaar van voelt. En waar vaak een beetje een verloedering plaatsvindt. Nou, dus dit doet eigenlijk geen recht naar mijn idee aan de gebieden die daar omheen liggen. Want de gebieden die daar omheen liggen worden met heel veel passie en plezier gewoond. Dus hoe ga je nou op die plek iets waardevols toevoegen? Nou, zie je wel dat daar iets kan komen. En wat daar moet komen, moet in principe iets zijn wat voor alle Leidenaren in principe toegankelijk moet kunnen zijn. Het moet niet alleen voor de rijken zijn, of voor de mensen die een koopwoning kunnen betalen, maar het moet ook voor mensen kunnen zijn die kunnen huren. Of voor mensen die misschien alleen een sociale huurwoning kunnen betalen. En het moet voor jonge mensen zijn, voor starters, maar misschien ook voor senioren. Dus we hebben heel hard nagedacht, hoe gaan we een programma maken in die drie gebouwen die we gaan maken, waar eigenlijk voor iedereen wat beschikbaar is. En hier zie je een beetje verdeling per gebouw. Hè? Er zijn drie fases. En je hebt daar dus een deel huur in, een deel sociaal en een deel koop. En komt erop neer dat we dus een kwart van de woningen sociale huurwoningen maken.
En dan van de resterende 75% is de helft de huur en de andere helft is koop. Maar niet alleen doen we dat, dan kom ik straks nog terug. We gaan ook kijken hoe we daar dan kleine en grote woningen kunnen maken. Nou, hoe zijn we dan tot het ontwerp gekomen? Deze locatie hebben wij geprojecteerd om daar ongeveer 550 woningen te plaatsen. En nou, in de afgelopen jaren heeft de gemeente op die plek altijd een ontwikkeling voorzien. Ook als onderdeel van het grote Nieuw Leiden. En we hebben gekeken van hoe kunnen we daar nou een plan maken. Enerzijds het voortzetten van de stedelijke wand is een soort uitgangspunt geweest. Ook in de zeg maar, eerdere stedelijkundige plan van de gemeente. En een accent of een marker op de plaats van de toren. We hebben gekeken hoe kunnen we dat dan ietsje draaien. Zodat die iets meer de lijn van de Willem de Zwijgenaar volgt. En vervolgens hebben we gekeken hoe we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat het maximale uitzicht blijft behouden voor bijvoorbeeld de woners van een Prinsenhof, maar ook vanuit de Singel. Hoe hou je eigenlijk dat heel luchtig en open? Maar als je dan twee iets rankere torenvolumes maakt op de hoek en je gaat beneden helemaal naar in het midden ga je naar beneden, dan krijg je eigenlijk een veel luchtiger ensemble in plaats van als je daar een wand neer zou zetten. En op die manier ontstond eigenlijk dit getrapte volume met een hele ranke markering in de toren. De hoogte van die toren is al een en ander overgeschreven. We hebben nooit die toren zozeer ontworpen vanuit het perspectief van de hoogte. We hebben altijd meer ontworpen vanuit het perspectief hoe maken we nou een hele ranke toren, zodat hij zo min mogelijk schaduw werpt, maar ook dat je zoveel mogelijk park overhoudt. En dat je ervoor zorgt dat je heel luchtig geheel houdt. Hè? Dat het niet zo vol en dik bebouwd wordt. Ja, die torens kunnen we dan ook heel mooi draaien en daardoor krijg je vanuit verschillende assen hele ranke volumes en niet zo'n massieve wand. Dat is eigenlijk ons ontwerp-uitgangspunt geweest waarmee we dit plan hebben gemaakt. En je kunt straks ook goed door de maquette zien, die staat erachter. Ik raad ook echt aan daar goed naar te kijken, want dan zie je ook heel goed de werking van die gedraaide blokken. En hoe goed dat werkt voor zichtassen en voor uitzicht. En ook hoe mooi die rankertoren is en de assen erin zijn gedaan. Nou, vervolgens biedt dat ook weer een kans om hele mooie groene terrassen te maken waar we heel veel bomen op kwijt kunnen. Wat ook weer goed is voor de biodiversiteit. Nou, en zo ontstaat dan eigenlijk dit ensemble. Dus een soort oplopende hoogte, die was ingezet, die pak was daar over. Maar daartussen ruimte voor een park en voor groen. En hier ziet het ook vanuit de vogelvlucht. En hier zie je het vanuit de Zwijgenaar. Hier zie je ook hoe rank die toren is. Dat lukt niet. Tot mij zijn oproep tot de bed intussen. Voor degenen die zich geroepen voelen. Nou, je ziet dus hier hoe rank die toren dan is. Ja, voor mij in ieder geval vanuit het ontwerpperspectief heel belangrijk. Ja, en hier vanuit de andere kant. Nou, het programma, daar ga ik nu even verder op in. Exit in ieder van die gebouwen is het eigenlijk een mix van woningtypes. Dus niet alleen huur en koop en sociaal en maar ook van klein en groot. Dan hebben we op de begane grond hebben we fietsparkeren. Met daaromheen aan de straatzijde ruimte voor zeg maar commerciële functies of wijkondersteunende functies. Dat is ook expliciet iets waar we echt jullie input voor vragen. Als jullie zeggen met z'n allen, jongens willen daar een huisartsenpost, dan maken we daar een huisartsenpost. Want wij vinden het heel belangrijk dat dat een onderdeel wordt van het zeg maar, grotere stedelijk weefsel wat er al is. Wat ook heel belangrijk is, fietsparkeren op de begane grond. Je merkt dat enorme toenemende mate mensen de fiets pakken. Dan al wel niet ondersteund door een grote elektrische accu. En je ziet dat daar ook steeds meer opslagruimte voor nodig is. Dus je hoeft niet alleen maar na te denken over autoparkeren, maar vooral ook over fietsparkeren. Nou, daaronder hebben we ruimte voor 380 auto's. En daar zitten heel veel deelauto's tussen. En dat is eigenlijk een heel gebalanceerd mobiliteitsconcept, zoals we dat noemen. Waar we eigenlijk hebben gekeken, samen met een ingenieursbureau, hoe we die 550 woningen allemaal kunnen voorzien van mobiliteit. Zodat er geen nieuwe druk op de wijk wordt gelegd als het gaat over parkeren. Heel essentieel. Nou, je ziet het plan van bovenaf, hoe die woningen dan ongeveer in het park komen te liggen. Mag ik nog een keer zien? Ja, dank u wel. Wat ik mis op het plaatje is waar de ingang van die parkeergarage dan zou komen. Ja, nou, zulke soort detailvragen. Dan zou ik, als we die willen vragen, is er straks een groep die gaat over parkeren mobiliteit. Dan kunt u echt alles horen over parkeren, want ik begrijp, zeker uit ervaring ook bij andere projecten, begrijp dat parkeren altijd een enorm belangrijk punt is. Wat in heel veel gevallen vaak niet helemaal goed geregeld is. En het is vaak een belangrijke ergernis voor mensen als ze het gevoel hebben dat dat niet goed geregeld is. Dus ik begrijp uw vraag echt heel erg goed en we hebben daar echt over nagedacht. En er zijn ook vast dingen waar we nog niet over na hebben gedacht, dus dat horen we heel graag van u als u straks bij het bord over parkeermobiliteit wat gaat vragen. Nou, de fasering is eigenlijk als volgt. We willen eigenlijk beginnen met het bouwen op de minutenkabel.
van een KPN gaat een deel van het KPN-programma, er zit bijna niks meer in, maar een deel daarvan gaat nu naar een klein zijgebouwtje. Zit een belangrijke soort hub zit daar van KPN. Dus ja, die gaan we verplaatsen zodat iedereen zijn internet kan behouden en zijn wifi. Die gaan we verplaatsen en als we die hebben verplaatst, dan gaan we eigenlijk aan de gang met de aanleg van de toren en met de aanleg van de bouw op de KPN-locatie. Dus die investering is op zich over nagedacht. Nou, we hebben 7 beloftes die zullen ook op de website komen te staan. Dat is ook een goed belangrijk onderdeel van onze aanvangspunten. Dat zijn 7 beloftes die we willen maken aan Leiden en vooral ook aan degene die daar dichtbij het gebouw komen te wonen. En die zijn ook eigenlijk allemaal van toepassing op dingen die ook zeg maar gemeentelijk worden gedragen en die ook belangrijk zijn voor het gemeentelijk beleid. Ik ga ze even kort met u na en we kunnen ze later allemaal uitgebreid lezen en daar vragen over stellen. Het eerste wat we zeggen is eigenlijk gelijke kans voor iedereen. Wij vinden het heel belangrijk dat dit een project is voor alle Leidenaren, inclusief noemen we dat tegenwoordig. Dus iedereen van rijk naar arm en van jong naar oud moet hier kunnen wonen. Dat vinden wij heel belangrijk. We vinden het heel belangrijk dat er niet alleen maar wat we dan noemen kleine huisjes worden gemaakt of kiphokken. Maar ook dat er gewoon grote woningen komen en ook woningen er tussenin. Dus heel breed aanbod. Zodat je ook met je gezin hier kan wonen, maar je kan er ook als starter wonen. Ik denk dat het heel essentieel is dat je die brede mix van woningen hebt. En dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld in die tussenvallei krijg je ook echt ruimte voor fantastische woningen met groene dakterrassen. En misschien worden die ook wel deels collectief. Wat heel belangrijk is, is dat het een duurzaam project is. Leiden heeft een hele ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. En daar willen we ons ook echt vol voor inzetten. En dan moet je denken aan een bijna energie-neutraal gebouw. Dan moet je denken aan hele belangrijke mate van de universiteit willen toevoegen. Dan moet je denken aan ondernemen willen stimuleren samen met de buurt en mobiliteit. En als je nu kijkt naar de locatie zoals die nu is, ik heb die even aangegeven. Eigenlijk als je kijkt, is die locatie voor een heel groot deel enorm verhard. En er zit heel veel bestrating, alle daken zijn bitumen. Nou, wat wij willen doen is dat essentieel anders doen door veel meer vergroening daar te brengen. En eigenlijk in zekere zin heel veel groen terug te brengen als we die torens daar gaan maken. Meer dan er nu is. Ja, heel veel duurzaamheidsmaatregelen zijn ook te vinden weer in de informatiemarkt. Dat is ook iets waar we heel graag met de buurt ook echt in dialoog willen. Wat kunnen we ook doen op buurtbreed niveau aan duurzaamheid. Nou, mobiliteit. We hebben een heel goed mobiliteitsplan en zorgen ervoor dat goed geregeld is. Dat er niet te grote verkeersdruk komt op de wijk. Dat is een belofte die wij maken. En dat lost onder andere op de parkeergarage. Voorzieningen. We gaan voorzieningen inbrengen die niet alleen goed zijn voor de ontwikkelaar, maar die vooral goed zijn voor de buurt. Dus we zijn ook heel benieuwd wat jullie die daar en hoe kunnen jullie daarmee helpen. Een hoogwaardig stadspark. Daar gaat Steven straks wat over vertellen. We willen dat het park wat er komt, dat het ook echt een goed park wordt. En niet alleen maar een soort excuus om een participatiedialoog te hebben. We hebben net even de WIP-dicht genoemd. Maar wij gaan er echt voor om het park wat eraan ontwerpen ook echt te gaan maken. Want je kan natuurlijk al je tijd beter besteden als het alleen maar is om een WIP-kip te plaatsen. Maar waar komt dat park goed, dan? Goed park worden. Wat zegt u? Waar komt dat park dan? Het park komt eigenlijk waar nu heel veel parkeerplaatsen zijn, die daar nu leeg staan, zeg maar, voor KPN bijvoorbeeld. Daar komt een deel van het park. En komt kijken om de gebouwen heen. En ook deels op het park wat er nu al zo liefdevol wordt onderhouden door een aantal buurtbewoners, wat ik zie. Ja. Dus dat hele deel willen we graag voortzetten eigenlijk in het hele gebied. Nou, en minimaal in door zon en zicht. Ja, je mag het vragen, ja. Het slachthuis achter die KPN, wordt het ook vernieuwd? Oh, energiecentrale, sorry. Ja, sorry, even. Nee, de energiecentrale die wordt op dit moment gerenoveerd van binnen. Die worden alle generators vervangen. Die, naar mijn idee wordt dat voorlopig niet aangepakt. Nee. Minimale hinder door zon en zicht. Kijk, we begrijpen best dat dat een belangrijk punt voor velen van jullie is. Van, heb ik daar straks heel erg last van? We hebben in ieder geval geprobeerd om de gebouwen zo te positioneren dat je maximaal zicht houdt tussen gebouwen door. Hè? En dat je op die manier ook tegelijkertijd ervoor zorgt dat je zo min mogelijk slagschaduw krijgt. We hebben ook gekeken dat je vanuit de binnenstad de torens eigenlijk heel terughoudend zijn in hoe ze zich presenteren aan de skyline. En natuurlijk zal je vanuit bepaalde puntjes zien, maar de belangrijkste punten van Leiden, daar zou je ze niet zien. Kijk, bijvoorbeeld vanuit het centrum, ja, je ziet ze niet, want ze zitten achter de gebouwen. Het voordeel van Leiden is in die zin dat Leiden hele nauwe straatjes heeft. En zeker in de binnenstad betekent dat je bijna nooit de lucht ziet. Zoals sommigen van jullie misschien weten die in het centrum hebben gewoond.
Op sommige punten waar de stad overgaat van zeg maar de oude stad naar de naoorlogse stad, krijg je momenten waar die gebouwen misschien op gaan piepen achter de bomen. Nou, daar zijn we met elkaar aan het kijken hoe we dat zo zorgvuldig mogelijk kunnen doen. En we hebben in ons ontwerp nu al gekeken hoe die torens dan zo rank mogelijk zijn. Bijvoorbeeld vanaf de Willem de Zwijgelaan, waar het gewoon een mooie ranke markering is. De schaduw. Misschien nog goed, dit is een wordt of shit erbij. We hebben al vrij uitgebreide zonnestudie gedaan. Het voordeel is eigenlijk van de locatie is dat de Willem de Zwijgelaan, die loopt eigenlijk, zoals u ziet, op het noorden van de locatie. Dus de schaduw die trekt eigenlijk over de Willem de Zwijgelaan heen. 'S Ochtends werpt hij wat schaduw over Nieuw-Leiden en 's avonds werpt hij wat schaduw in de late, allerlaatste avondzon. Maar het allergrootste deel van de dag trekt de schaduw eigenlijk over het verkeersplein heen. En zeker op het zuid-zuidwesten trekt hij over het verkeersplein heen. Mag dit nog een keertje? Ja. Maar nogmaals, ik begrijp dat dit belangrijk voor u is. Er zijn ook een aantal panelen straks, daar kun je het op zien. En wij zullen ook in de komende tijd een vrij uitgebreid rapport laten maken over de impact van de zon. Zodat u dat ook kan beoordelen en kan inzien. Wij zitten echt slecht. Ja, ik ga door. Kijk, dit is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zo'n kaartje. Die kunt u straks in alle rust nog eens bekijken. Dit is 21 juni. Dit is de huidige situatie. Dan zie je eigenlijk hoeveel schaduw er op dit moment is op het gebied. En dan hebben we een kaart gemaakt waar je dan ziet hoeveel schaduw er wordt toegevoegd. Daar gaat het eigenlijk in belangrijke mate over. Hoeveel zon ontneem je eigenlijk nou precies met dit project? En er zijn wettelijke richtlijnen voor. Die wettelijke richtlijnen, daar vallen wij op dit moment heel goed binnen. Dus wij voldoen in die zin aan alle normen die daarvoor staan. Maar ik nodig u graag uit om dat goed te bekijken. Er zijn natuurlijk een aantal plekken waar je op een minimale punt de zon toevoegt. Allemaal binnen de wettelijke norm. Bijvoorbeeld hier haal je iets, schaduw toevoegt, hier haal je iets zon weg. Hier haal je ietsje zon weg. En hier haal je bijvoorbeeld ietsje zon weg. Dat is dan in juni. Dit is dan bijvoorbeeld oktober. De huidige situatie. En dit is dan bijvoorbeeld de toekomstige situatie in oktober. Nou, de zon, zoals je weet, die gaat natuurlijk in oktober, gaat die veel meer naar het zuiden komt hij op en hij gaat veel meer naar het westen, gaat hij onder. Nou ja. Dus die zonnestand die verandert en daardoor verandert ook die schaduwstand. Nou ja. En daardoor zie je dus ook dat in oktober heb je in principe op een aantal andere punten voeg je iets meer schaduw toe. Maar nogmaals, al deze dingen zijn allemaal ruim binnen de norm. Maar ik kan me best goed voorstellen dat als u nou heel benieuwd bent van wat betekent dat voor mijn woning, dan kunt u dat straks zien. En als u dat niet goed genoeg kunt zien, kunt u dat gewoon aan ons vragen. Dan kunnen we met u proberen achter te komen wat het betekent. Hetzelfde zullen wij ook gaan doen als het gaat over wind en geluid. Dus dat is in het kort eigenlijk even het plan. Ik zou nu graag willen vragen aan Steven Delva van Landschapsarchitectenbureau Delva Landscapes, om even wat te vertellen over het landschapsontwerp en hoe hij dat ziet in de laatste participatie.